41-jarige Sam Drost. Hier zit hij, kan het niet extreem genoeg zijn. Dit weekend liep jij zowel de halve als de hele marathon onder extreme omstandigheden in Groenland. En je werd derde, je bent net terug uit het vliegtuig. En nu ben je hier. Groenland, hoe koud was het? Min 17. En bovenop de ijskap eigenlijk nog wel kouder. Maar hoe bereid dus je ja, voor jou is het bloed heet hier natuurlijk, ja, dat begrijp ik. Maar hoe bereid je je voor op zoiets? Ja, dat is gewoon heel lastig. Zeker met Nederlandse klimaat natuurlijk. Het is gewoon veel te warm. Veel in duinen gelopen. En dan is het eigenlijk gewoon maar zoveel mogelijk duurlopen doen. Lange duurlopen doen. En dan hopen dat je genoeg voorbereid daarheen kan gaan. Ja, we hebben dan wat beelden van hoe dat daar is. Want het is echt het is ongelooflijk als je moet kijken hier. Oh, wauw. Oh, ik loop ook. Maar glij je niet uit? Want het ligt sneeuw, er ligt ijs, het is van alles. Hoe doe je dat? Speciale spikes. Dus onder je schoenen nog een keer speciale spikes voor het uitglijden. En zorg in ieder geval dat je grip houdt. Ja. En hoe lang doe je dan de halve marathon? Is dat een tijd die je loopt? Nou, ik heb de hele gelopen op een zaterdag. In dit geval 3:49. En dan zondag nog een keer de halve. Burkert zit te kijken naar hoeveel kilometer is dat dan? Hoeveel kilometer? De hele 42. 42 kilometer, 195 meter. Ongelooflijk. En als je last van iets krijgt, wat voel je dan? Want is dat anders dan bij een warme marathon, zou ik maar zeggen? Ja, het is extremer. Gewoon veel meer. Het is zo ontzettend zwaar. Je loopt over ijs heen, over de ijskap heen. Dus de stappen die je zet, is de vraag, heb ik grip of heb ik geen grip? En dat was gewoon zo ontzettend lastig. Ook inschatten is gewoon ontzettend moeilijk. Maar je bedoelt ook eigenlijk te zeggen dat je constant een soort angst in je hoofd hebt dat je misschien wel valt of uitglijdt. Precies, of ja. Dat ja, is geestelijk ook nog eens een keer vermoeiend. Ja, ja, ja. En plassen? Niet. Niet? Nee, niet. Dat zeggen ze zelfs, maar dat gebeurt helemaal niet. Nee? Geen kou op de blaas? Nee. Dat is ook ongelooflijk. Je hebt hier de medailles heb je bij. Ja. Vertel even wat het allemaal precies is. Deze is van de zaterdag. Het was de hele marathon. En vervolgens de zondag nog een keer de halve. En ik heb me dan ingeschreven voor de Polar Bear Challenge. Dus dat wil zeggen, je loopt de zaterdag de hele en zondag de halve. En dan kon je nog een keer de derde erbij krijgen. Dus, ongelooflijk. Maar hoeveel gekken zijn er die dat doen? Toch niet zoveel? 160, 170 man. Er zit een beperkt limiet erop dat mensen kunnen inschrijven. Vanwege natuurlijk gewoon de gevaarzetting. En, En word je begeleid als je aankomt? Krijg je wat voorlichting van hou hier rekening mee, hou daar Klopt. Rekening mee? Klopt, ja. Vrijdag hebben we ook nog parcoursverkenning gehad. Dat je kan zeggen, jongens, ga even kijken daar. Ja. Ik kan ook nog een switch maken tussen de hele en de halve marathon. Voor jongens, ik zie het toch niet zitten. En dan uiteindelijk gewoon zaterdag gewoon er tegenaan. Vaag. Wat wordt de volgende? Ja, dat is heel, je bent net terug. Wat is het volgende wat je gaat doen? Ik heb er eentje staan in de Sahara. Maar in de Sahara? Hoe ga je dat nou doen? Ja. Al het zand en En bloedheet. En bloedheet. Ja. Maar waarom zo extreem? Texel is toch ook leuk over het voetbalpark? Ja, de hele menigte, dat trekt mij niet zo. Ik moet zeggen, dit spreekt me veel meer aan.